De vliegtuigen van Lelystad Airport mogen vanaf de winter van 2021-2022 van de regering geen gebruik meer maken van de laagvliegroutes. Vanaf dan moeten de vluchten gebruik gaan maken van hoger gelegen luchtruim. GroenLinks is kritisch op dit nieuws. We vroegen aan GroenLinks Renkum-raadslid Sophie Engelsma waarom. Afgelopen donderdag is er door minister Nieuwenhuis een brief aan het Rijk gepresenteerd, waarin eigenlijk duidelijk werd dat vanaf de winter van 2021 de vliegtuigen gebruik mogen maken van hoger luchtruim. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat zij die lagere routes nog steeds mogen gebruiken. Want die zijn nog steeds beschikbaar, wel in iets mindere mate, maar nog steeds. Dus wat je gewoon nu ziet is, GroenLinks is eigenlijk gewoon voor leefbaarheid en voor duurzaamheid. Een uitbreiding van het luchtruim en gewoon vliegtuigen op zich zijn niet duurzaam, zijn niet leefbaar. Zeker niet in zulke waardevolle natuur als het Renkumsbeekdal. Dus wij willen eigenlijk gewoon dat het college dit oppakt en gewoon communiceert naar het Rijk dat wij het hier niet mee eens zijn. En wat kan een kleine gemeente als Renkum doen tegenover het Rijk, het machtige Rijk? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het mooie van het systeem hier in Nederland. Als we ons allemaal gewoon laten horen en ons blijven laten horen, dan kom je er lange adem, dat houdt aan. Dus ja, ik hoop gewoon eigenlijk dat doordat wij constant druk erop houden, dat we gehoord worden. Want dat is eigenlijk hoe het zou moeten gaan. En, vraagt u steun bij andere gemeentes om een front te vormen? Ja, dat is vanzelfsprekend natuurlijk. In principe zie je hier in provincie Gelderland altijd. Heel veel gemeentes zijn het er gewoon mee eens. Laagvliegroutes moeten niet komen. Het luchtruim moet niet groter worden. Dus wat dat betreft hebben we al een front. En we moeten dit inderdaad ook gewoon oppakken als een front.